mensen, we zijn weer terug in Carmackerik Simulator 2014. We gaan vandaag de repair order 4 doen. En ik zie dat het een heel kort is. Perform een OBD scan. Oké. Die gaan we hier naartoe. Doe de deur open. Gaan we erin zitten. Dat is wel laag, hè? Goed. In deze auto zou ik niet graag willen rijden. Kan ik dan nog niet rijden, maar goed. Nou, wat gaat die doen? Dit duurt gewoon even een paar seconden. En dan, we zijn al klaar. Vandaag zal ik waarschijnlijk 3 orders gaan doen. Ik ben er niet eens een minuut mee bezig geweest. Repair starter. Start repaired here. Barrier works, but I don't have money for a wall new one. Can repair it for $100. Even kijken. Die auto is heel goed te doen. De volgende keer zorg ik ervoor dat mijn DX-story dingen op een andere plek staan. Ik kan hier gewoon helemaal niks zien qua wat de dingen zijn. Oké. Ik heb er nu voor 94 dollar gerepareerd. $6 winst. Het gaat er wel 4 worden. Ik ben nu in totaal 2,5 uur deze geweest. Zo. Oké, test drive en all damage parts. En de clutch. En de koppeling. Zal gerepareerd worden. Ik zal ze eraf moeten. Alle pijnen die nu echt.
Die is eraf. Start er nog. Dus een release bearing in een friction plate. Ja, release bearing. Ik ga even kijken of iets repareren valt. $600. Dus ik pak 400 van de winst. Ik eerst. Ik hoop eigenlijk dat hij dat echt met wat meer schroeven vast zit. Vier lijken een beetje weinig. Hey, gelukt. Batterij en de alternator. Oké, wat slecht, ik weet dat de alternator is. Waarom kan ik hem niet checken?
Ja, 6%. Een alternator en een accu. Maar goed, 50 dollar. Maar goed, dit was. En dat was het dan. Dat was hem ook voor vandaag, voor het filmpje. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.